Morgen om 9 uur wil Clem & Co. Ze willen geen bon, maar hun gelijk krijgen. Er staat daar niemand in de weg. En dan krijg ik een bon. Wij zijn altijd degene die... Het is nooit mijn schuld. Ik ben de klant namelijk. Ja, zwaar klanten. Ja, maar zo werkt dat toch niet? Nee, zo werkt dat toch niet? Je hebt wel gelijk, maar... Ze hebben gelijk. Ik heb wel vaak gelijk. Klootzakken. Je wordt gewoon op z'n Hollands gezegd, gun. Vult u het maar in. Morgen wil Clem & Co. Mag Kezen. You're in the movement. Nou, zoals je waarschijnlijk wel hebt gehoord, stoppen wij met Star Academy. Jullie hebben duidelijk laten merken dat het niet in de smaak viel. En omdat er te weinig mensen naar keken, hebben wij besloten om ermee te stoppen. En je hoeft je ook geen zorgen te maken over de studenten, want wij zorgen er namelijk voor dat ze hun opleiding kunnen afmaken. Jammer maar helaas zie je de laatste aflevering van Star Academy. Ja, Doek is definitief gevallen voor de studenten van Star Academy. Voor ons natuurlijk maar voor een avondje, want morgen zijn wij er gewoon weer. We hebben trouwens een hele leuke film voor je. Die begint wel een half uurtje eerder dan in de bladen staat vermeld. Het is Romy en Michelle's high school reunion met Lisa Kudrow, die je natuurlijk nog kent uit Friends. Nou, de meiden willen zich beter en vooral slimmer voordoen dan dat ze daadwerkelijk zijn. En dit levert echt hele domme acties op. En over domme acties gesproken, word je ook zo neidig van een parkeerboete of een wielklem? Nou, kijk dan morgen zeker naar Wielklem & Co, dan kan je nog een beetje meeergeren. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal morgen pas. Ik wens je nog een hele fijne nacht, waarschijnlijk een stapnacht. En voor nu of later, slaap lekker.